Wat hadden jullie op voorhand een beetje als, nou ja, wedstrijdplan, zeg maar, bij zo'n wedstrijd? Want het is de eerste. En... Ja, zo'n wedstrijdplan, dat is altijd wel lastig, want dat is weer in een paar onderdelen. Maar in balbezit wilden we een hoog baltempo. Wilden we proberen tussen de linies door te spelen, onze vleugelspitsen in 1-1 brengen. En als er een voorzet kwam, wilden we genoeg bezetting voor de goal. Maar misschien zijn we vergeten te zeggen dat je hem dan ook in moet schieten. Want met name de eerste helft vind ik dat... we hebben soms 2-1 situaties gehad die eigenlijk 100% de goal moeten zijn. Want naar mijn overtuiging, tegen trouwens een goed voetballend Excelsior, had het toch eigenlijk, met name in de omschakeling, had het gewoon wel 4-0 moeten staan eigenlijk. En qua dat hoge baltempo, was dat naar tevredenheid? Ja, dat vond ik wel. Vooral in de omschakeling, dus op de counter voor de wat oudere mensen. Dus, want ja, daar hadden we gewoon veel meer moeten scoren. Ik vond dat de tweede helft, dat het baltempo, met name ook door technische fouten en door de keuzes die ze maakten, te lang aan één kant blijven en niet uithalen. Dat vond ik wel minder dan de eerste helft. Maar dat is ook wel logisch. Je ziet natuurlijk wel, hè, sommige spelers, zoals jullie spits pas afgelopen week aangeschoven, die gingen relatief vroeg af. Was dat gepland of hadden jullie wel een hele helft voor hem in gedachten? Nee. Eigenlijk bij Lamproe ook. Maar die vroeg zelf of hij de hele helft mocht afmaken. De tweede helft in dit geval. Maar die zijn pas een paar dagen binnen. Ja. En die hebben wel lang doorgetraind. Maar die hebben toch... de competitie bij Dynamo Dresden was al een poosje afgelopen. Dus wij willen niet dat ze geblesseerd raken. Dus een half uur, dat was gepland. Oké, dus dat was volgens schema, zeg maar. En over het afmaken van kansen, dan zie je ook dat de jongens nog op elkaar ingespeeld moeten raken, denk ik. Hè? Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Ze moeten elkaar nog beter leren kennen en... ze mogen ook af en toe wel wat egoïstischer zijn. Want elke keer probeerden ze eigenlijk iemand in een leeg doel te laten scoren. En dan was de eindpaas niet goed. En er zat er nog iemand tussen. En ik weet zeker dat ik als aanvaller een paar keer echt op doel had geschoten. En hopelijk erin. Ja, ik zag vooral Tjerny zich daar ook een paar keer echt over opwinnen. Een fanatieke jongen volgens mij. Ja, maar hij is zo gedreven. En die jongen moet je soms wat meer afremmen. Want hij wil alles perfect doen. Maar wij mensen maken ook wel eens fouten. Maar ik heb hem ook gezien hoe hard die werkt, ook verdedigend en in het afjagen. Maar zijn acties, er gaat ook wel wat mis. Maar dat vind ik mooi om naar te kijken. Nu zagen we bij de helft een andere keeper. Maar ja, maandag spelen jullie ook alweer. Is dat ook heel bewust gekozen? Dat deze wedstrijd De Lange en Van de Gouw? En dan... Ja, in de voorbereiding zullen Joël en Jor normaal gesproken de meeste wedstrijden gaan spelen. Maar Ennio Van de Gouw, dat was bijvoorbeeld zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal. In zijn eerste elftal echt in de goalsvesten. Dus als je zo'n wedstrijd hebt, die jongens die trainen hard. Het zijn echt talentvolle jongens. Jeffrey De Lange heeft de eerste helft gewoon prima gedaan. Heeft niet zo heel veel hoeven tegen te houden. Maar met zijn voeten speelde hij een paar keer goed in. En Ennio, misschien met de corner. Ik denk dat beter had gekund. Maar dat is gewoon, als je ergens begint. Dat is vandaag niet wel begonnen met een wedstrijd in het eerste. Wat bij De Lange ook opviel, die was ook heel veel aan het coachen. Ja, maar daar hamert Sander en wij, maar vooral Sander, is er enorm mee bezig. Dat zelf ook. Je hebt het hele spel voor je en dat maakt niet uit wat je leeftijd is. Een keeper moet gewoon de achterhoede gewoon helpen, zodat eigenlijk in plaats van dat er een kans, dat je soort, kunt voorkomen dat er een kans komt. En daar kan coaching echt heel belangrijk in zijn. Nou ja, daar was Sander zelf ook niet vies van, inderdaad. Nou, Sander die is altijd wel aanwezig geweest. Ja, precies. Ja. Nou, dit was dus de eerste. Heb je dan bijvoorbeeld bij de volgende wedstrijd weer andere punten? Zo van, nou is dit weer belangrijk. Of nu bouwen we dit alweer iets verder uit? Of hoe gaat dat? Beide. Ja. Kijk, we hebben nu de eerste 2 weken hebben we eigenlijk 3 dingen heel erg benadrukt. Dat is in balbezit dat diepspelen voor breedspelen gaat. En dat je daar ook zo moet vrijlopen dat je ook vooruit kunt spelen. Nou, daar was ik de eerste helft best redelijk tevreden over. We hebben gezegd van... Als wij de bal niet hebben, dan willen we op een bepaalde manier druk zetten en dan willen we de bal veroveren. Dat gebeurt meestal op het middenveld. Nou, dat is ook zeker de eerste helft, vind ik goed gelukt. Maar het moet altijd beter. We hebben nu allemaal momenten genoteerd om met de spelers en met de linies te bekijken, om het nog beter te maken. En het dan alweer te vertalen van maandag, willen we daar verbeteringen zien bijvoorbeeld? Ja, alleen we hebben nog veel meer dingen. Bij de spellenvattingen zijn we nu mee bezig. Daar hebben we nog maar pas 1 dag eigenlijk echt aandacht aan geschonken. Nou ja, daar kregen we ook een goal uit tegen. Maar we scoren er ook 2.
Dus een corner en een vrije trap. Dus dat is weer positief. Er zijn zoveel dingen. Wij kunnen echt niet in 7 weken alles doornemen. Maar dat geldt voor alle ploegen. Tot slot, jij bent nog gecharmeerd van de jonge jongens mee laten doen. Nou, dat is misschien ook een beetje de charme vaak van de voorbereidingen of wedstrijden. Veel. Die hebben veel jongens hebben minuten kunnen maken. Ja, nee, dat is inderdaad, dat is wel de charme van dit moment. Maar ik ben als persoon, dat hoop ik tenminste, absoluut geen charmeur. Het gaat om een gegeven moment wel om dat je ontwikkelt en dat je goed genoeg bent om in het eerste te spelen. Of er dichtbij te zijn en heel veel in te vallen. En daar zijn we bezig met de jonge jongens en ze zijn goed op weg.